te gaan, wat doen ze eigenlijk? En het is zo dat men gezegd heeft, de sabotage die er is in de Oeral in Siberië, die wordt geleid door kernen die georganiseerd zijn. En dus Pyatakov heeft zijn proces gehad. Dat is het tweede proces van Moskou. Dikwijls zegt men dat de beschuldigingen en zo, dat die uitgevonden waren. Nu, wat Pyatakov betreft is er één iets interessant. Er is een Amerikaanse ingenieur die juist in die mijnen werkte. Hij is geen communist. Hij is aangeworven tegen een hoge loon in de Sovjet-Unie om als ingenieur de mijnen te runnen. En hij zegt, zijn naam is John Littlepage. Kunt diegene die het interesseren, we hebben fotocopies gemaakt van dat boek. Hij zegt twee dingen. Hij zegt, ik ben met Pyatakov op missie geweest in Berlijn in 1931 om machines aan te kopen. Ik was er eigenlijk niet voorzien, maar ik moest toevallig naar Duitsland en ik heb voorgesteld om het was mijn materiaal, om ter plaatse het materiaal te observeren en te zien of het voldoende was. En dus hij komt eigenlijk bij die delegatie zonder dat hij voorzien was. Ze hadden materiaal aangekocht waarvan dat hij zegt, in 2 minuten zag ik dat het vals materiaal was. Dus het was helemaal niet wat we nodig hadden en het beantwoordde helemaal niet aan wat er op papier stond. En hij zegt, ik heb nooit verstaan, dus ik heb gezegd, we kunnen dat niet aannemen, het is zeer duur. En in plaats van kwaliteitsmateriaal was het echt pruts. Dus hij zegt, het is te duur en het is niet de kwaliteit die op papier staat, het is pruts. Dus. En hij zegt, er was blijkbaar grote problemen in de delegatie en uiteindelijk hebben ze niet gekocht. Hij zegt, ik heb nooit begrepen wat dat daar gebeurd is. En het leek mij een zaak die niet alleen een kwestie was van steekpenningen. De zaak was te grof. En hij zegt, als het proces van Pyatakov heeft plaatsgehad, zijn een uitleg die de meeste mensen eigenlijk zot vonden. Ik vind het voor mij is het de enige plausibele uitleg voor wat ik gezien heb in 1931. En wat was de uitleg die Pyatakov heeft gegeven? De zoon van Trotsky, Sidov, had onderhandelingen gevoerd met Pyatakov. En dus Sidov had een akkoord met die Duitse firma, dat indien ze het zo in elkaar staken, dat er geld naar de organisatie van Trotsky zou gaan. En dus, hij zegt dat het dus niet alleen een kwestie was van steekpenningen aan Pyatakov of zo, maar dat het de enige plausibele uitleg is. Dus dat die hele affaire was in elkaar gestoken en dat zo fondsen konden overgespeeld worden naar clandestine organisaties in het buitenland. Dat is één. In zijn boek zegt hij nog een tweede zaak. Hij heeft de kopermijnen van Kalata georganiseerd. En hij had instructies nagelaten hoe de machines moesten gebruikt worden. Hij gaat weg, hij gaat andere mijnen in gang steken en hij keert 2 jaar later terug. En alles is kapot. De directeur die hij had aangesteld en die alle instructies had, is vervangen. En dus hij vindt dat alles is gesaboteerd en hij wil weggaan uit de Sovjet-Unie. Hij zegt, ik werk hier niet meer. En dus er is iemand van de partij die met hem discussieert en hem overtuigd toch te blijven. Maar hij zegt, die sabotage was zo belangrijk, zo flagrant, men heeft mensen gestraft. Maar het kan niet zijn dat het die niveaus zijn die achter die sabotage zitten. En dus hij zegt dat hij ervan overtuigd was dat het hoog in de partij zat, omdat wat hij daar heeft gezien zou gedekt en georganiseerd worden. Nu, de secretaris van de streek waar dat heeft plaatsgevonden, die heette Kabatov, die is ook veroordeeld in het proces van Pyatakov. En die zegt, voor mij lijkt dat logisch, dat wat ik gezien heb aan sabotage, dat effectief van een hoog niveau is georganiseerd en mogelijk gemaakt. Dat voor wat betreft het tweede proces, het proces van Pyatakov en de specialisten in de industrie. Komt het derde proces. Op het proces van Pyatakov zijn er een aantal van de veroordelen die voor de rechtbank gezegd hebben dat zij over al hun activiteiten ook discussieerden en ook onder contacten hadden met de groep van Bukharin. Pyatakov, dat was de verantwoordelijke van de industrie. Dus dat was al belangrijk.
Maar als men zeide dat Bukharin erbij betrokken was, Bukharin was een kader van de partij en een kader met hoog aanzien en die iedereen kende. Dus dan werd de zaak plots veel gevaarlijker voor de partij, want het was een belangrijk kader, een van de belangrijkste kaders van het hoogste niveau. En dus Bukharin heeft zijn proces gehad met zijn groep. In 36. Wat kunnen we zeggen over Bukharin? Met zekerheid. Bukharin is in 36 naar Parijs geweest. Voor een missie. In 36 heeft hij contact gezocht met de chef van de Mensjewieken. Niet gezocht, hij moest er beroepshalve hebben. Maar dus hij heeft die contacten verder ontwikkeld. Boris Nikolaevski. Hij wist dat men niet over de interne zaken van de partij kon discussiëren met vijandige elementen. Heeft het toch gedaan. En dus Nikolaevski die schrijft in zijn memoires dat hij wist dat Bukharin de regels van de partij overtrad. Maar dat hij de indruk had dat Bukharin vrijuit kon spreken met hem wat hij niet kon doen hinder. Dat is zeer raar. Dus een communist die vrij kan spreken met een sociaaldemocraat die voor de contra-revolutie werkt sinds 20 jaar. Dus met wie je vrij spreekt, dat heeft ook een beetje een idee van wat je zelf denkt. Als je vindt dat je met zo'n mensen vrij kunt spreken. Dus als er nu iemand in onze partij zou zijn en die vindt dat hij niet vrij kan spreken in onze partij. Hè? En die gaat naar Willy Klaas. En die zegt dat hij daar echt vrij kan spreken. En Willy Klaas schrijft later in zijn memoires dat hij de dien heeft ontvangen. En dat hij gezien heeft dat die jongen voor de eerste keer vrij kon spreken. Dan weet je wel hoe laat het is op politiek en ideologisch vlak. Ten tweede zegt Nikolaevski. Bukharin heeft zich ten overstaan van mij uitgesproken voor een toenadering tot de internationale sociaaldemocratie. In 36. De internationale sociaaldemocratie in 36, dat is een politieke partij van het kolonialisme. Die zijn het kolonialisme aan het organiseren in Belgisch Congo, in alle kolonies van de wereld. Staan ze ten volle achter. De sociaaldemocratie in 36 is een partij waarvan dat de helft naar het fascisme helpt. Henry de Man en Spaak waren in België van de tendens die toenadering zocht met het fascisme. Dus Bukharin in 36 zegt aan Nikolaevski dat hij toenadering zoekt met de sociaaldemocratie. Ten volgende zegt hij dat hij toenadering zoekt met Trotsky in het buitenland. Vervolgens zegt hij dat hij ervoor is dat de intellectuelen in de Sovjet-Unie een tweede partij opricht. Dus dat wil zeggen dat hij probeerde een oppositiepartij te maken op basis van de intellectuelen. Nu, men zal zien dat onder de intellectuelen men altijd een groep heeft die neigt om het communisme en de revolutie terzijde te laten. We gaan dat heel goed zien als we het hebben over Khrushchev de volgende keer. Dus dat weten we zeker. Want het is een Menshevik die met hem gesproken heeft en die in zijn memoires te zeggen heeft wat hij allemaal besproken heeft en wat de posities waren, de eigenlijke posities van Bukharin. En dus als je dat hoort, dan kan men aannemen dat Bukharin op die positie staande effectief contact heeft gezocht met allerlei clandestine oppositiegroepen in de Sovjet-Unie. We gaan daar straks dat idee nog verder uitdiepen, maar hier hebben we al een aantal materiële elementen. Vierde affaire. Dus eerst hebben we de moordaanslag op Bukharin, op Kirov en het proces van Zinoviev en Kamenev. Nadien hebben we de aanslagen in de mijnen in Siberië, hebben we het proces van Pyatakov. Pyatakov en Radik die zeggen dat zij dat allemaal bespreken met Bukharin, men heeft het proces van Bukharin. Maar dan komt de klap op de vuurpij. Dus in juni 1937 ontdekt de staatsveiligheid dat de topgeneraals van het leger contacten hebben met Nazi-Duitsland. En dus de groep van Tukhachevsky, dat is een van de belangrijkste maarschalken, die wordt aangehouden, die krijgt een proces. En dus die worden terechtgesteld voor collaboratie met de nazi's. En dus als dat gebeurd is, was het paniek